In dit zogenaamde groenblauw stimuleringskader kan subsidie worden geregeld voor landbouwgrond wat buiten de ecologische hoofdstructuur valt. Voor de ecologische hoofdstructuur zelf is al geld vrijgemaakt. En dat betekent eigenlijk dat er subsidies komen voor bepaalde diensten die agrariërs op hun grond, het is dus al een particuliere grond, toestaan of aanbrengen en daar krijg je subsidie voor. Akkerranden met, met prachtige beplantingen, hè, die dus daar groeit. Groeit geen gras, betekent een stukje verlies. Dat verlies wordt gecompenseerd met een bepaalde compensatieregeling. De gemeente Waalwijk en Dongen kende al zo'n regeling. Nu doet Loon op Zand ook mee. Wij waren hè, tien jaar geleden de tweede gemeente in de provincie Noord-Brabant. die zelf al zo'n soort regeling hadden bedacht. Hè, particulier landschapsbeheer heette dat toen. En men kreeg dus van de gemeente subsidie. voor bijvoorbeeld het aanbrengen van erfbeplanting. voor andere zaken zoals poelen. Nou, we hebben in de afgelopen jaren duizenden bomen en, en struiken. hebben we echt met die subsidie kunnen zetten. Dus ons buitengebied echt verrijkt. Poelen gegraven. Dus heel veel landeigenaren hebben daar aan meegedaan. Nou, doordat we nu ook. Overgaan naar die provinciale regeling betekent dat we eigenlijk voor hetzelfde geld het dubbele kunnen doen. Want de provincie legt daar gewoon bij elke euro die de gemeente inlegt ook nog eens een euro erbij. Iedere particuliere grondeigenaar kan zich aanmelden, maar dan moeten ze wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als het eenmaal zover is, dan komen er zogenaamde veldcoördinatoren. Die komen gewoon bij de mensen thuis en die komen aan de keukentafel uitleggen van nou joh wat zijn de mogelijkheden, wat kunnen we gaan doen, wat past hier precies. Dus kortom, die veldcoördinatoren die kunnen de informatie verstrekken om uiteindelijk tot een goed plan te komen. De voorbereidingen gaan dit jaar van start. Het is de bedoeling dat de drie gemeenten de regeling in 2011 openstellen.